Huizen Humus, een woongemeenschap met een 10 mensen wonen wij. Een van de bijzondere dingen van onze woongroep is eigenlijk dat wij onze voedselvoorziening komt eigenlijk allemaal uit de vuilnisbak van supermarkten. Dus dat noemen we skippen. Eigenlijk 3 keer per week gaan we met 2 man gaan we 's avonds na sluitingstijd de supermarkt af. We hebben een vast rondje en dan kijken wat er allemaal in zit en eigenlijk kunnen we daar ruimschoots van leven. Jullie gaan nu al diepje container. Ja, meestal springen we een petje op de bodem, ja. Een mooi appeltaartje. Jo, en nog één. Kom met appeltaarten. Ja. Nou, je weet dat je morgen bij de koffie moet nemen. We hebben ze net weggewerkt, 10 die we hadden of zo. Ja, klopt. Ah, joh. Dit is een van de pizza's die ze zojuist eruit hebben gehaald. En hier staat op, tenminste houdbaar tot 20 september. Nou, dat was gisteren. Maar deze pizza is natuurlijk nog prima te eten. Incredible. Slechte smaak. Ah, oh, dat zal Thaï wel lekker vinden. Weet je wie daar blij mee zijn? Peter. Peter en Janiek, inderdaad. Ja. Voor de kinderen. Ja, en hij is houdbaar tot april 2014, dus ja. Ja. Kijk, dan hebben we alles reinigen. Nou, deze is ook weggegooid. Daar is toch niks mis mee? Nee, zeker niks mis mee. Houdt hem goed. Het is het ook heel basaal hoor. Kijk, hier je weegt gewoon de zak en je voelt vaak wat er zit of niet. Oh ja, kijk, hier liggen de druiven. En de bonen. Ja, hier een dille. Oh, heel veel spinazie. Ja man, maar die is een beetje... Weet je, ik vind het hartstikke zonde dat dit allemaal wordt weggegooid. Omdat het gaat om ja, gewoon voedsel wat je gewoon prima kan eten. Maar ja, nee, ik ga zo niet mijn boodschappen doen, maar ik vind het wel heel goed dat deze mensen op deze manier leven en ja, ook een statement geven tegen onze wegwerpmaatschappij. Champignonnetjes? Nou, champignonnetjes voor in de pasta. Nou, en dus heel veel spinazie hierin, druiven zie ik, de worteltjes komen tevoorschijn. Ja, je kunt het allemaal nog prima eten en het ligt hier dus in de container. Dat je de politie gepakt op het moment dat je op zoek bent naar eigen paspoort in een vuilbak, dat geloof ik niet nooit. Maar ga wat netjes op, hè? Doe ja, zeker. Zeker, hè? Doe zeker. Okay. Okay. Dankjewel. Oké, okay, let's go. Nou, wat je hier ziet is dus een deel van wat we vanavond uit de containers hebben gehaald. In de supermarkten gooien heel erg veel weg. Voor een deel is het natuurlijk te begrijpen omdat het niet meer verkocht kan worden door de ja, regelgeving die we in Nederland hebben. Maar het voelt ook wel heel dubbel, want het is gewoon allemaal voedsel wat nog prima te eten is. Laten we met elkaar de schouders zetten. Onder het tegengaan van voedselverspilling en ervoor zorgen dat ze vraag en aanbod veel meer bij elkaar krijgen. Er zijn ontzettend veel mensen die moeite hebben om rond te komen, die naar de voedselbank gaan. Ja, dit is echt een voorbeeld van voedsel dat daar bij de voedselbank terecht zou kunnen komen, waar andere mensen mee geholpen worden.